groep heb gezeten. Het was echt een van de meest, weet je wel, vruchtbare jaren dat ik echt iets heb gedaan met mijn leven. Zo hard leren werken op de Design Academy. En dat vind ik wel echt een van de goede dingen die ik daar heb geleerd. En ik vind het daardoor ook een hele goede school. En ook wel vanwege de opdrachten van de leraren. En omdat het allemaal zo open is en vrij. En de lessen zo fijn zijn om in te werken. En omdat de klassen zo klein zijn, is het ook heel erg persoonlijk. Ik vind de Design Academy vind ik niet zo heel erg toegankelijk. Voor mensen die niet van de academie komen. Maar dat is volgens mij ook de bedoeling. Ik vind het verder wel een heel erg creatieve opleiding. En het zorgt wel voor heel veel creativiteit in Eindhoven, wat wij weer heel fijn vinden. Ja, ik denk in het algemeen dat, dat we eigenlijk heel veel verschillende dingen leren. En in het eerste jaar was ik daar best wel door bevangen. Maar nu zit ik in het tweede jaar. En ja, in het begin daarvan was ik wel een beetje van, ja, je leert wel allemaal verschillende dingen, maar waar gaat het eigenlijk precies naartoe? Ik denk dat omdat ik zie dat studenten er hard aan het werk zijn. Dat ze gewoon hard moeten werken, dat ze het niet zomaar bij elkaar scharrelen. Ze moeten er echt wat voor doen. Een super opleiding. Als ik daar rondloop, dan zou ik zelf wel weer opnieuw willen beginnen. Want het is enerzijds, daar zit een stuk techniek in. Daar zit een stuk innovatie in en daar zit experiment. Maar ook midden in de wereld staan en met problemen van de wereld bezig zijn en daarop proberen vooruit te lopen. Ik vind Design Academy een goede opleiding, voor zover we dat van buitenaf kunnen beoordelen natuurlijk. Maar als je ziet wie daarvan afkomen en wat die vervolgens presteren in de ontwerpwereld, dan vind ik dat ze beslagen ten ijs komen. Ik denk ook dat de Design Academy een goede opleiding is, niet alleen omdat hij zo breed is, maar omdat hij ook heel veel mensen uit de praktijk heeft om les te geven. Het zijn mensen die zelf alles ervaren hebben, het zijn geen theoretici die daar voor de klas staan. Ik denk dat het een uitgesproken opleiding is, die heel goed past bij waar we in deze regio ook voor staan. Het hoort bij onze cultuur om vragen te durven stellen, om een opdracht ter discussie te stellen. Die manier verdenken, dat is Holland, dat is design. Dus in die zin ben ik blij met de keuze van de academie. En een keuze maken op die manier is, vind ik interessanter dan met de massa meegaan. Elke keer als ik met de meeste mensen, studenten vooral natuurlijk, van die Design Academy praat, dan vind ik dat ze altijd iets origineels doen, in de zin van mij een blik gunnen op iets, maar goed gedaan gewoon, weet je wel. En dat vind ik iets constant, wat ik bijna bij alle studenten tegenkom. Ja, dat spreekt mij enorm aan. Ja, ik heb hiervoor op de middelbare school had ik VWO, had ik technische richting gedaan. En ik miste dat echt heel erg. En ik wil daar later ook wel. Daar wilde ik later wel heen, die richting op eigenlijk. Sowieso anders na de Design Academy. Maar het lukte niet om zo lang nog motivatie vol te houden op de Design Academy voordat ik dat ging doen. Dus toen ben ik geswitcht naar de TU. En had het ook over met de. Met de mensen die het allemaal, student council en zo, daar hadden we het ook wel mee over. Dat we graag meer lectures willen over echt wetenschappelijke dingen en onderzoeken. Ja, die meer technisch zijn. Okay. Of die meer verdiepen en minder over jezelf gaan, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ik ben wel niet met iedereen, daar zeg ik er wel bij. Ik vind dat sommige studenten van de academie niet heel erg verder kijken dan hun product lang is, zeg maar, om zo te zeggen. Ze ontwikkelen iets of een product of een concept, alleen ze zijn natuurlijk logisch ook wel, omdat het een academie is en je bent nog student, maar ze kijken niet verder naar of het verkoopbaar is of het een statement brengt of dat het iets oplevert, zeg maar, voor iemand anders dan voor die ontwerpers zelf. Nou, dat ik eigenlijk nog nooit de tijd heb gehad om ergens heel erg op in te gaan. Om op één bepaalde techniek dan vooral echt heel veel van te leren. Je hebt geen tijd omdat je weer je op iets anders voorkomen moet storten.
anders haal je het niet. Ja, dat is op dit moment, maar ik heb vernomen dat hij ook met pensioen gaat, daarom leg ik me erbij neer. De docent die ik nu ook heb, zijn naam is Fred Nagengast. En ja, hij geeft het tekenvak van Atelier 2. En dat houdt dus in dat wij met z'n allen rondom een tafel zitten, zoals hier, en dat de docent bezig is om ons zoveel mogelijk af te leiden van het werk. Ik denk het wel. Want deze school is vooral door vele materiaalkosten kost het meer. En ik denk al dat je er voor zo'n gedegen opleiding, dat je dat gewoon kwijt bent, dat geld. Nou, als die dat stuk nieuwsgierigheid heeft en het experiment durven aan te gaan, maar vooral ook in zijn manier van zijn. Want het is veel meer dan alleen een opleiding. Het is eigenlijk een manier van naar de wereld kijken en met die wereld bezig zijn. Enerzijds een portfolio met het werk wat hier gemaakt is en dan ook zeker het voortraject naar zo'n, niet alleen maar de eindproducten laten zien, maar ook het voortraject, het denkwerk. En dan zeker ook zijn eigen activiteiten die hij in zijn vrije tijd uitvoert. Maakt eigenlijk niet uit als je maar kunt laten zien wie jij bent. En wij vinden het heel leuk om te publiceren omdat je eigenlijk laat zien waar de toekomst van het ontwerp naartoe gaat. Maar vooral ook hoe de manier van denken over ontwerpen zal zijn en hoe die zich ontwikkelt door de jaren heen en wat voor nieuwe producten eruit komen. Dus wij denken ook dat het leuk is voor de lezer om zich daarin te verdiepen of aan te vergapen. Gewoon om te kijken van, wat gaat de toekomst ons brengen? Nou, ik denk in ieder geval dat het reuring brengt in de ontwerpwereld. Want ik denk dat er heel vaak naar aanleiding van wat designstudenten meenemen en de vrijheid waarmee ze zeg maar aan hun ontwerp kunnen werken, dat vaak tot een heel andere manier van denken leidt. Hè, waardoor ook een andere producten of processen ontstaan. Ik denk die vrijheid die je krijgt als student, dat je nog vrij bent van een opdrachtgever en een budget, dat heel goed werkt. Ik merk ook een heel groot verschil tussen kunstenaars en ontwerpers, dat mensen die van de kunstacademie afkomen veel minder met hun voeten op de grond staan en ook veel minder praktisch als ondernemer, zeg maar, want dat ben je tegenwoordig, als je afgestudeerd bent, ben je gewoon zelfstandig ondernemer, dat ze daar toch veel minder mee wegkomen. Ik vind de graduation shows natuurlijk de kern van de Dutch Design Week. En ik ben eigenlijk elk jaar enorm onder de indruk van niet alleen de kwaliteit van het werk, maar met name van het enorme enthousiasme van de mensen die dat presenteren. Dat is ook de feedback die ik eigenlijk van alle lagen van de bezoekers van de week en van de graduation show terugkrijg. Is dat met name dat vertrouwen in de wereld, het vertrouwen in zichzelf, het geloof in wat ze aan het doen zijn, dat zo sterk opvalt. Daar krijgen heel veel mensen energie van. Ik zie het verschil voornamelijk, als ik het vergelijk met andere opleidingen, dat het heel sterk experimenteel en conceptueel is. En dat geeft ons als organisatie van de Dutch Design Week de uitdaging en de gelegenheid om allerlei partijen op uit te nodigen die daarmee aan de slag moeten. Dat is in vele opzichten interessant, maar met name is ook belangrijk dat wij dus al die partijen die we uitnodigen heel nadrukkelijk moeten uitleggen dat het experimenteel en conceptueel werk is, waar nog 1 of 2 jaar aangesleuteld moet worden in sommige gevallen om dat naar de markt te krijgen. Ik heb 20 jaar bij Philips Design gezeten en wij hadden altijd wel moeite om studenten van de academie zo direct te plaatsen. We waren onder de indruk van hun visie en hoe ze over de dingen nadachten. Als je dat vergelijkt met
mensen die in Duitsland of andere plaatsen in Europa, in het Verre Oosten en Amerika een opleiding hebben gehad. Dat zijn vaak mensen die de tools misschien wat sneller en beter getraind zijn en ervaringen op hebben gedaan. Ik zie in beide opleidingen gepassioneerde jonge mensen hè, die iets willen doen met design. In de brede zin. Wat ik ook zie is dat de omgeving waarin dit bij ons heel verschillend is. Hè. Wij zijn hier echt een onderdeel in Instel Design in deze faculteit. Of deze faculteit is echt een onderdeel van de universiteit. Ik denk dat de Design Academy veel meer een op zichzelf staande school. En die natuurlijk ook in de wereld staat en daar ook door beïnvloed wordt. Maar die veel meer zijn eigen weg kan uitstippelen. En ik denk ook eigenlijk natuurlijk het feit dat dit een universiteit is. Hè, maar daar worden dus ook andere eisen aan gesteld. Er moet geld binnengehaald worden. Hè, projecten. Er moet een internationaal netwerk zijn. En misschien ook uiteindelijk denk ik toch dat in deze opleiding mensen hiervan afkomen. Die moeten in principe toch heel vaak in de industrie werken. Dus bij ons zit toch heel die link naar de business modellen, de link naar de industrie, zit daar toch heel vaak in. En natuurlijk de link naar de wetenschap, het moet bewezen worden. En het andere verschil is dat wij nog jong zijn. Ja, dus dat, we bestaan 10 jaar, wij moeten nog veel meer een naam neerzetten. Dat zijn we ook aan het doen, maar dat doen we ook vaak op andere speelvelden. Ik denk dat we iedere keer opnieuw proberen samenwerkingen op te zetten. Soms lukken die heel goed hè, in de vorm van een project. Soms lukken die minder goed, omdat we allemaal heel erg druk bezig zijn in onze eigen omgeving. Ik denk dat het veel beter zou kunnen, maar dan moeten we ook wel een goede manier vinden hoe we dat zouden kunnen doen. Als je echt met mensen samen moet werken, dan moet je ook de goede momenten vinden om samen te werken. En als de een gewoon in een bepaald schema zit van colleges, en de andere zit in een omgeving waar die meer in een project werkt of in een soort designstudio omgeving. En dan matcht dat gewoon wat minder goed. En dat belemmert die samenwerking. Soms denk ik van door samen dingen te doen kan je veel verder komen. Onderzoek doen, dat we daar echt ook, dat zouden die Design Academy ook wel van ons iets kunnen leren, denk ik. En daar zouden we best samen kunnen werken. Ik niet. Ik denk dat er genoeg andere goede academies zijn. In de wereld? Dat denk ik niet. Want ik heb wel vernomen dat het Royal College of Art dat ook wel heel goed is. Ik durf het niet te zeggen, want ik heb niet genoeg vergelijkingsmateriaal wat ik goed genoeg ken. Daar heb ik geen idee van, want ik ben daar helemaal niet zo goed in thuis in dat soort opleidingen. Ik zou het niet durven te zeggen, want ik heb geen overzicht van hè, welke andere designscholen er allemaal in de wereld zijn. Daar kan ik heel moeilijk over oordelen, want ik ken er natuurlijk niet zoveel. Maar als je ziet hoe er over geschreven wordt, wereldwijd, want daar kijken we natuurlijk wel naar, dan denk ik dat je in ieder geval tot de top 5 behoort. Of de academie de beste opleiding in de wereld is, dat weet ik niet. Dit kun je niet meten. Dit is geen hardloopwedstrijd of prestatiewedstrijd. Dus op het moment dat je dit soort uitspraken doet, dan ben je per definitie appels en peren aan het vergelijken. Ik denk dat het echt een hele goede school is. En dat is gewoon bewezen door... Maar of het de beste is, dat weet ik. Voor mij is dat geen wedstrijd.